De Key3 is bedoeld om een aantal klassieke problemen uit het high-end op te lossen. Akoestisch is er toch het beetje bekende verschijnsel dat speakers in het algemeen heel erg gevoelig zijn aan de plaatsing in de kamer. En vooral dat ze nogal eens vrij veel plaats opeisen. En het probleem dat daar eigenlijk aan de grondslag ligt, is dat een klassieke speaker bij lage frequenties rondom straalt. En nu is het natuurlijk net bij lage frequenties dat kamers zich het sterkst misdragen. De aanpak die we gekozen hebben om daar een antwoord aan te bieden, is een luidspreker maken die alleen maar naar voren straalt, niet alleen in het hoog en het midden, maar echt ook tot in het basgebied. Dus als je de speaker bekijkt, dan merk je dat daar bassunits aan de zijkant zitten, maar ook aan de achterkant. En wat er daarmee gedaan wordt, is wat we noemen een cardioïde bas gemaakt. Dat wil zeggen dat die units onafhankelijk worden aangestuurd en op een dermate manier getimed dat het geluid, de output achter de speaker, die dooft uit en voor de speaker dooft die niet uit. En op die manier heb je dus echt gewoon hetzelfde effect als zou die speaker tegen een hele grote baffel gebouwd zijn. Dus gedraagt zich eigenlijk als een speaker met een baffel van 1,5 meter bij 1,5 meter. Dus eigenlijk akoestisch is het een groot systeem, geen klein systeem. Hij gaat tot 30 hertz. Onder normale kameromstandigheden is eigenlijk de akoestische respons tot 30 beneden 20, maar de anechoïsche respons loopt door tot 30. En dus tussen de 50 en die 30 wordt het een klassieke rondomstraler, maar dan is de golflengte zo lang, namelijk langer dan 6 meter, dat zelfs al staat die 1,5 meter van de muur weg, dan nog heb je eigenlijk gewoon een optelling in fase van het achterwaarts afgestraalde geluid. Dus zelfs op een vrij respectabele afstand van de muur is dit een grensvlakstraal, een boundary layer speaker. Je halveert er gewoon het kamerprobleem mee. Het lost het kamerprobleem uiteraard niet op. Er is geen enkel item dat je kan aankopen dat het probleem oplost. Maar het halveren daarvan is vrij significant. Wat dat wil zeggen dat een gat dat bij een normale speaker oneindig diep kan zijn, dus een echt perfecte opheffing op de luisterpositie, dat gat wordt nu, weet ik veel, hoogstens 6 dB diep. Dus eigenlijk heb je een verbluffend egaal laag. De speaker heeft 6 drivers, die worden alle 6 onafhankelijk aangestuurd. Elk van de drivers heeft gewoon een identieke encore versterker achter zich, een 250 watt. Voor de tweeter en de midrange is dat uiteraard te veel, maar het is gemakkelijker om gewoon versterkers van identiek vermogen in te bouwen. Maar dus die kilowatt en meer aan vermogen die daarin zit, die heb je echt wel nodig, omdat een kleine kast op zich niet verhindert dat je diep laag hebt en heel erg hard. Maar het rendement van een kleine kast is gewoon heel erg slecht. Dus je hebt gewoon een ontzettende berg vermogen nodig om gewoon luid te kunnen spelen. Wel, mensen die mijn voorgeschiedenis kennen, die zullen waarschijnlijk weten dat ik in het verleden aan speakers heb gewerkt die fysisch een brede baffel hadden. En opnieuw was daar precies hetzelfde doel. Om dus de speaker zo robuust mogelijk te maken ten opzichte van plaatsing in de kamer. Maar zelfs die brede speaker, die toch meer dan een halve meter breed en hoog was aan de voorkant, die had toch nog best wat last van de kamerakoestiek, want die ging om naar Omni bij iets van een 220 hertz. En uiteindelijk realiseerde ik mij dat zolang ik het probeerde op te lossen op een akoestische manier, dat ik eraan vast zat. Het probleem is dus natuurlijk dat je dan automatisch mechanisch in de problemen komt met de minimumafstand ten opzichte van de muur. En dat je dus eigenlijk met een brede baffelsysteem nooit echt een goede oplossing hebt voor dit probleem. Dus dat het gewoon noodzakelijk was
om een kast te maken die qua directiviteit eigenlijk veel lager, tot veel lagere frequenties cardioïde was als bepaald werd door zijn afmetingen. En natuurlijk is een leuk bijverschijnsel natuurlijk dat je dan een kast kan maken die ook gewoon qua vormgeving terug op, laten we zeggen, geruststellend als een luidspreker uitziet. En ik denk dat de meeste mensen dit ontwerp visueel erg aantrekkelijk vinden. Dus ik sta natuurlijk onbekend van op een heel erg technische wijze naar het probleem te kijken. Maar mijn basisstelling is eigenlijk, audio is wetenschap, maar muziek is kunst. En het is op het moment dat die wetenschap zo ver gevorderd is dat die de muziek niet meer in de weg staat, op dat ogenblik word ik echt gepakt. De verkoopprijs van deze speaker, die dus eigenlijk een volledig systeem is van zodra dat je er een digitaal signaal aan knoopt, is 10.000 euro. Inclusief BTW.